Welkom iedereen bij onze webinar Digitale Draaikaartjes maken. Het is voor mij gigantisch spannend om hier te staan voor zoveel mensen die in deze laatste vakantieweken tijd willen maken om iets bij te leren. Dat is heel hartverwarmend om te zien dat leerkrachten er helemaal voor willen gaan en willen leren hoe je digitale draaikaartjes kan maken en kan delen op klassement en uiteraard met je leerlingen. Voilà. Maar laat ik starten, zoals dat hoort, met ons voor te stellen. Ik ben Bram Faams, ik ben hoofdgebruikerservaring bij Klassement. Wat betekent dat ik zoek naar optimalisaties voor onze website en die dan in projecten giet voor de programmeurs. Maar ik ben heel blij dat er hier iemand is die mij wat ruggensteun kan geven en dat is Katrien. Katrien, kan jij jezelf ook voorstellen? Ja, Bram, ik ben dus Katrien Bernhard. Ik werk voor Toonnet. Toonnet staat voor Technologie Ondersteund Levenslang Leren. En we zijn sinds vorig jaar een onderdeel van Klassement. Heel kort Toonnet misschien voorstellen. Dus wij hebben een server met H5P, straks uiteraard meer daarover, met XRT, maar wij geven heel veel nascholing op gebied van ICT-competenties te verhogen aan de hand van het framework Digcomp Edu. Dat is een heel korte notendop, maar ik geef graag het woord terug aan Bram. Ja, Katrien, dat is absoluut veel te beperkt voor al die dingen die jij doet. En heel hard bedankt om mij hier ruggensteun te geven voor de technische gang van zaken, want ook voor mij is het niet. Vandaag kom je alles te weten over digitale draaikaartjes maken met H5P. Een aantal dingen heb ik, om ze vlot te maken, heb ik die in filmpjes gezet. En die filmpjes komen achteraf allemaal online. De hele webinar wordt trouwens opgenomen en die komt ook online uiteraard. Maar we zijn hier live. Ik vanuit mijn woonkamer en jullie wellicht ook. Dus maak daar gebruik van. Aan de rechterkant zie je de mogelijkheid tot vragen stellen, de Q&A, zoals dat dan in het Engels heet. Katrien houdt die in het oog, want ik ben aan het spreken natuurlijk. En helemaal aan het einde van deze webinar gaan we een aantal vragen uitlichten die nog wat meer toelichting nodig hebben. En Katrien zal gaandeweg ook wat vragen beantwoorden, want zij weet eigenlijk stiekem nog veel meer over H5P dan ik. Het was zo dat deze webinar tot stand komt toen we eind juni merkten dat TinyCards, zo'n dienst voor online draaikaartjes, ermee stopte. En we hadden toen het gekke idee, ja, misschien moeten we even een webinar opstarten om leraren te helpen om een alternatief te hebben voor draaikaartjes te maken. Dus die leerkrachten die met TinyCards werkten, die waren op zoek naar een alternatief. En wij denken dat H5P dat kan bieden. Ik had niet kunnen verwachten dat we hier vandaag met zoveel in de webinar zouden zijn. Dat gaf mij, zoals ik al mailde, een beetje klamme handjes. Maar we gaan er helemaal door. We starten vandaag met uitleggen waarom je nu digitale draaikaartjes zou gebruiken. Vervolgens leg ik uit waarom wij H5P nu uitleggen vandaag en niet een van die vele andere tools om digitale draaikaartjes te maken. Tot slot gaan we uiteraard aan de slag. Demonstreer ik het proces van digitale draaikaartjes maken tot delen met je leerlingen en delen op klassement. Om het dan allemaal nog een keer samen te brengen in een samenvatting. Maar zonder veel verder gebabbel springen we erin. Waarom zou je nu draaikaartjes gebruiken? Want draaikaartjes, dat is helemaal niet nieuw. En digitale draaikaartjes eigenlijk ook niet. Die flashcards die bestaan al heel lang. En die digitale draaikaartjes, dat zijn gewoon de digitale variant van die papieren draaikaartjes die we al jarenlang gebruiken. Waar je op de voorkant een definitie zet, een term zet, en op de achterkant de definitie. Of op de voorkant een Nederlands woord en op de achterkant de Franse versie. Of moeilijke woorden die je moet uitleggen. Maar je kan ze ook gebruiken bijvoorbeeld om vaardigheden zoals maal- en deeltafels te oefenen in het lager onderwijs dan, of de splitsingen van getallen. Ik heb ter voorbeeld zo eens een live, ik heb een live voorbeeld gemaakt met draaikaartjes. En die zijn gemaakt, dat voorbeeld is gemaakt met H5P.
En dus wat je hier ziet, is zo'n typisch digitaal draaikaartje. Aan de voorkant vraag ik vertaal de appel, dat is dan in het Duits. Als ik het, ik denk na en ik denk, ah ja, dat zal wel der apfel zijn. Ik draai het kaartje om en ik kan mezelf hier controleren. En ik als lerende kan aangeven, ik had het juist of ik had het fout. In dit geval had ik het juist. Ja, hoe heet dit deel van de bloem ook alweer? Dat weet ik nog niet. Ik draai het om en ik had het fout. Wat is de stelling van Pythagoras? Daar heb ik wel min of meer een idee van, maar dat is nu net iets te lang geleden. Ik draai het om en ik zie de definitie, of ja, ik zie de stelling van Pythagoras zelf. En op die manier kan je dus zelf tal van voorbeelden verzinnen, denk ik, hoe je digitale draaikaartjes kan gebruiken om kennis te memoriseren. Bijvoorbeeld ook welke rivier daar vloeit. Ja, dat is de Schelde volgens mij, dat heb ik juist. Maar dus ook vaardigheden, zoals ik zei. In een lagere school zijn de splitsingen van getallen tot 10 in een eerste leerjaar heel belangrijk. 9 kan je splitsen in 5 en, dat weet ik gelukkig wel nog, in 4. En dat had ik juist. En op die manier kan je dus digitale draaikaartjes gaan gebruiken om oefenstof te memoriseren. Nu, je hebt de keuze tussen papieren draaikaartjes en digitale draaikaartjes. En elk van die twee hebben een voordeel. En ik denk dat het een beetje te maken heeft met de context of de situatie waarin je zit, waarvoor je gaat kiezen. Uiteraard is dat papieren gegeven van een analoog papieren draaikaartje, dat is heel dankbaar. Dat je dat echt kan vastnemen, dat je dat als het juist is op het stapeltje juist kan leggen. Als het je het fout had, leg je het op het stapeltje fout. En zo kan je blijven oefenen met de foute oefeningen, zodanig dat je die beter kent. En dus dat hele tactiele, dat heeft zeker zijn voordeel. En je hebt geen batterij, geen internet, geen computer nodig. Dat is super natuurlijk. Een extra voordeel is dat je de kaartjes kan laten maken door de lerende, want het schrijven van die draaikaartjes is natuurlijk een oefening op zich. Daartegenover hebben digitale draaikaartjes ook zeker hun voordelen. Want je maakt ze één keer en je kan ze altijd hergebruiken, jij als leraar. En ze zullen ook nooit fouten bevatten, want dat is natuurlijk een mogelijk nadeel bij papieren draaikaartjes die de leerling zelf maakt. Je zet ze online beschikbaar en iedereen kan er eenvoudig aan. Er is geen papier, geen geprint, geen schaar voor nodig. Je kan automatiseren. Zo net zag je bij mijn voorbeeld dat je aan kan duiden of je een kaartje juist had of fout en het systeem, een goed systeem zoals dat van H5P bijvoorbeeld, die zal dat onthouden en die zal de lerende de foute kaartjes opnieuw voorschotelen zonder dat hij daar zelf iets van moet. En in sommige systemen kan software, hè, zoals H5P, zelf opvolgen wat lerenden gedaan hebben. Hoeveel hadden ze er juist? Hebben ze effectief wel geoefend? Nu, dat is iets, dat is zo'n extraatje dat uw systeem, uw elektronische leeromgeving, wel moet ondersteunen natuurlijk. En in feite komt het er heel eenvoudig op neer dat draaikaartjes er zijn om leerstof en vaardigheden van uw korte termijnsgeheugen over te brengen naar uw lange termijnsgeheugen, dat je dingen lang gaat onthouden. Maar wie ben ik om daar veel over te zeggen? Ik had het geluk om Tim Surma eventjes te mogen spreken, want hij is de initiatiefnemer van Wijze Lessen, een fantastisch boek met 12 bouwstenen, voor effectieve didactiek. Dat boek kan je trouwens gratis downloaden of je kan het gewoon aanschaffen in de boekhandel. En ik vroeg aan Tim, hoe zit dat nu met die draaikaartjes? Is dat nu eigenlijk een goed idee dat leerkrachten daarmee aan de slag gaan? En dit was zijn antwoord. En flashcards. Dat heeft mijns inziens niks aan voordelen. Als leerling gebruik je dus oefenkaartjes om jezelf te testen. Of het nu op papier is of met digitale tools, daar verneem je in de webinar van Bram voldoende informatie over. Maar het principe dat erachter zit, dat triggert waarom het effectief is, dat is een universeel principe. En dat noemen ze het testing effect. Dus wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Vanaf het moment dat een mens de poging doet om zich iets te herinneren dat hij of zij in het geheugen zitten heeft, vanaf dat moment zal het geen mens zich dan herinnert,
of hetgeen dat men dan niet kan herinneren, dan dat zal men zich beter herinneren in de toekomst. Dus waar je op getest wordt, bijvoorbeeld met een flashcard of op andere manieren van testen, dat zorgt er dus voor dat de volgende keer je het beter zult onthouden. Dat effect is stock-out. Dat is al bekend sinds 1907. Christina Abbott heeft daar destijds het eerste artikel over geschreven. Dat dus de oefening van de herinnering ervoor zorgt dat in de toekomst het geoefende beter herinnerd wordt. Daarnaast heeft het nog een heleboel andere voordelen ook, hoor. Bijvoorbeeld leerlingen die vaak getoetst zijn met bijvoorbeeld flashcards, die kunnen door die flashcards ook onmiddellijk zien wat zij al goed kunnen, wat ze nog niet goed kunnen. Dus je krijgt een soort van wat men noemt metacognitieve informatie ter beschikking. Je weet dus wat je al kan, wat je nog niet kan. Je hebt ook het grote voordeel dat door het feit dat je dat vaak doet, dat je ook minder toetsangst krijgt. Je weet al hoe het voelt om je iets te herinneren. Dat is ook een niet te versmaden nadeel. Daarnaast biedt het ook kansen tot gespreide herhaling. Bijvoorbeeld dat toetsen met flashcards. Dat kan je, als je dat bewaart, stel dat het fysiek is, dat je op papiertjes dat schrijft, dan bewaart je in een pot. En dat potje dat neemt je erbij, je stopt daar bijvoorbeeld informatie bij, vragen bij, zodanig dat je bij een willekeurige testbeurt ook nog vragen kunt krijgen van leerstof die vroeger aan bod kwam, of leerstof waarvan je weet dat je die nog niet zo goed kon. Daarom is het misschien ook wel belangrijk om te beseffen dat wanneer je flashcards gebruikt, dat je die idealiter niet gebruikt onmiddellijk na dat je met die leerstof voor de eerste keer in aanraking bent gekomen. Dus bijvoorbeeld stel, je hebt gestudeerd of je neemt je map erbij en je maakt flashcards, dan heeft het weinig zin op het moment dat je ze net gemaakt hebt om dan beginnen testen. Slecht kan geen kwaad, voor alle duidelijkheid, maar ik zou eerder geneigd zijn om te zeggen, laat daar een paar uur tussen, een uur of twee, drie of dagen, indien je die luxe hebt, om met dat zelftoetsen te beginnen. Dus flashcards, top. Zo, ja, dank je Tim, van op afstand dan. Ja, hij heeft een aantal voordelen opgesomd van die draaikaartjes en dat gaat van het testing effect, het feit dat je probeert te herinneren, dat zorgt voor een betere herinnering, tot die gewoonwording aan het toetsen en het verminderen van de toetsangst, de kansen tot gespreide herhaling. Dus aan draaikaartjes zitten heel wat voordelen verbonden, of dat je die nu op papier doet of digitaal, de voordelen zijn eigenlijk hetzelfde. Nu, er zijn wel een aantal aanbevelingen als je draaikaartjes maakt en laat gebruiken door leerlingen. De eerste daarvan is dat je draaikaartjes best eendimensionaal maakt. Dat vraagt een woordje uitleg. Eendimensionaal, daarmee bedoel ik dat je maar één moeilijkheid tegelijkertijd toevoegt aan zo'n draaikaartje bij het verwerven van nieuwe leerstof. Bijvoorbeeld als je de Franse werkwoorden wilt leren vervoegen, dan is het best om de Franse infinitief en de vorm waarin je het werkwoord wilt op de voorkant te zetten. En dan moeten de kinderen nadenken over die vervoeging van dat werkwoord en zich op de achterkant controleren. Zet er dan niet de Nederlandse infinitief op, want dan ben je twee moeilijkheden, twee dimensies aan het combineren, zijnde het vertalen en het vervoegen van het werkwoord. Probeer dat zeker bij nieuwe leerstof bij één moeilijkheid te houden per kaartje. Uiteraard, in een verder proces kan je het moeilijker maken. Een tweede aanbeveling is dat je oefenmomenten spreidt. Dat had Tim ook al gezegd. Beter verschillende korte keren oefenen dan één lange brok. En soms moet je lerenden daar echt wel een handje bij helpen door het te laten noteren in de agenda of in de digitale planning te zetten. Zorg ervoor dat kaartjes altijd in een willekeurige volgorde zitten. En als je papier gebruikt, dan moet je dat manueel doen. Doe je het op de computer, dat ga je straks zien. Bij H5P is dat gewoonweg een optie. Dat gaat ervoor zorgen dat je geen volgorde-effect krijgt. Want anders ga je de eerste kaartjes wellicht net iets beter kunnen dan de laatste kaartjes. Voor je een kaartje als juist mag beschouwen, oefen je best drie keer. Ik moet het anders zeggen. Eigenlijk moet je een kaartje drie keer juist hebben voor je het als gekend mag beschouwen. Dus als je het op stapeltjes legt, is het niet omdat het één keer
bij het stapeltje juist legt, dat het goed is. Ook H5P gaat ervoor zorgen dat zoiets, dat blijven oefenen tot je ze 3 keer na elkaar juist hebt, dat gaat dat automatiseren voor jou. En uiteraard, niet gekende en gekende oefenkaartjes scheiden. Het heeft geen zin om de dingen die je al kent steeds maar opnieuw en opnieuw mee te nemen als je ze eigenlijk toch al kent. Dat spreekt voor zich. En voilà, zo zijn we al door het eerste brokje van deze webinar heen. Waarom draaikaartjes? En we gaan nu over naar waarom maken wij de keuze voor H5P? Want uiteraard kan jij als leerkracht het best weten welke tool het best past bij jou. En ik ben hier niet om te vertellen welke tool jij moet gebruiken en dat H5P een wondermiddel is, want dat is het zeker niet. Maar je moet je wel een aantal vragen stellen bij de keuze van de tool. Bijvoorbeeld moet jij als leerkracht aanmelden, met andere woorden, weer een gebruikersnaam en weer een wachtwoord dat je moet erbij nemen. Of kan je het ook zonder aanmelden gebruiken, of kan je het, net zoals bij H5P, gewoon met je klassementaccount gebruiken. Maar belangrijker nog, moeten leerlingen aanmelden wanneer ze oefeningen willen doen? Of kan je ze publiek zetten op het internet? En als leerlingen aanmelden, wat gebeurt er dan met hun data en wat gebeurt er met jouw data? Wie heeft daar inzicht in? En wat wordt ermee gedaan? En wordt die doorverkocht aan iemand anders? Dat zijn vragen die steeds belangrijker worden, je weet wel, met de AVG GDPR uiteraard. Is de software in het Nederlands? Voor jou om oefeningen te maken, maar ook voor de leerling. Staan alle instructies netjes in het Nederlands of moeten ze het met pictogrammen doen? Is er een prijs aan verbonden of is de software gratis? Misschien werkt het met een soort freemium model waar je wel kan werken met de tool, maar om echt het onderste uit de kant te halen, moet je betalen. Zit het geïntegreerd in een leerlingvolgsysteem of jouw elektronische leeromgeving? Of is het iets dat weer apart staat en waar je weer accounts voor moet aanmaken als leraar? Kan je de oefening oefenen binnen je omgeving of moet je naar een andere website gaan? Wie ontwikkelt dit? Is dat een bedrijf dat hier geld voor wilt, maar dat wanneer het geld niet komt, gewoon er de stekker uit kan trekken, zoals bij Tiny Cards bijvoorbeeld? Of is het open source? En als het open source is, gaan ze het wel in de toekomst kunnen blijven ondersteunen? Hebben ze een goede bron van ontwikkelaars? Welke technologie wordt er gebruikt? Is het met een app of is het gewoon in de browser? Moet je iets installeren? Heb je internet nodig? Is het open? Als jij oefeningen maakt, kan je die dan delen met andere mensen? Kunnen die andere mensen verder bouwen op jouw werk? Als jij niet meer betaalt voor de tool, kan je dan nog altijd je oefeningen downloaden of zitten ze dan gevangen? En uiteraard, is de software een beetje gemakkelijk in gebruik? Want ik denk dat dat toch is wat we allemaal willen. Ja, draaikaartjes goed en wel, maar ons leven als leraar is druk. Wij willen niet nog heel veel extra tijd zitten spenderen aan het leren kennen van een moeilijk softwarepakket. Ja, en zo kwamen wij uit bij H5P, wat een heel aantal goede eigenschappen heeft volgens ons. H5P is een open source online software. Het is een programmaatje dat je moet installeren op een server. Dat klinkt ingewikkeld, maar het wijst zichzelf straks wel uit. Nu, het wordt ontwikkeld, het is open source, dus de bron is vrijgegeven. Iedereen kan zijn eigen variant maken. Maar het wordt heel erg gesponsord door, ja, laat ik het maar zeggen, de Noorse versie van Klassement. Dus de Noorse versie van Klassement betaalt een bedrijf om H5P te ontwikkelen. En daarom denken we dat het nog niet zo snel zal gaan verdwijnen. En ze proberen ook op andere manieren centen te verdienen aan H5P, maar de software blijft vooralsnog open source. Ten tweede heeft H5P veel meer in zijn mars dan alleen maar draaikaartjes. Je kan ook multiple choice oefeningen maken, interactieve video's, presentaties, sleepoefeningen. Ach, er zijn 44 verschillende soorten oefeningen die je kan maken bij H5P en wij lichten er vandaag maar eentje uit. Er is geen reclame, geen stiekeme dataverzameling, want het is gewoon een pakketje dat je op je eigen server installeert. H5P kan je inbouwen in een eigen webplatform, bijvoorbeeld WordPress, dat is zo'n systeem om zelf websites te maken, maar je kan het ook stoppen in een elektronische leeromgeving, zoals Moodle of Canvas. Bij Moodle
is die integratie gratis. Bij Canvas is het betaald. Als je dat in een leeromgeving stopt die het ondersteunt, zoals Moodle, kan je tot in detail opvolgen wat leerlingen doen met je oefeningen. En dat sterretje dat daar staat, dat was nog om te zeggen dat er nu een soort beta-programmaatje is, Lumi, waarbij je H5P-software ook offline kan maken en offline kan gebruiken. Dus dat is nog in beta, dat is nog in volle ontwikkeling. Dus heel veel reclame durf ik er nog niet voor te maken, maar het komt er wel aan. En een groot voordeel van H5P is dat het gericht is op openheid. Het is open source, maar ook het materiaal dat je maakt, de standaardwaarden die ingesteld staan, zijn dat jij je oefening deelt met iedereen, dat iedereen jouw oefening kan downloaden en kan gaan bewerken en verder werken. En dat is natuurlijk waar wij als klassement voor staan, op elkaars schouder gaan staan en samenwerken in Vlaanderen als leraren. Zo helpen we elkaar. En er zijn al heel wat H5P-oefeningen te vinden op klassement. En in het filmpje dat er zo dadelijk aankomt, demonstreer ik hoe je oefeningen kan vinden. Laat ik starten met te demonstreren hoe je interactieve oefeningen kan vinden op klassement. Stel dat ik les wil geven over verschillende soorten bruggen. Ik geef het woordje brug in het zoekveld. En ik zie dat er een aantal organisaties zijn waar het woord brug in de naam voorkomt. Maar ik ga bij trefwoord kiezen voor brug. Om wat meer overzicht te krijgen, kies ik voor de overzichtsweergave. Dat doe ik door op de vierkantjes te klikken bij weergave. Ik zie onmiddellijk dat het hoog aantal resultaten komt, doordat er veel wiskundeoefeningen over optellen en aftrekken met de brug tevoorschijn komen. Gelukkig kan ik filteren. Die filters tonen de vakken en de onderwijsniveaus die in mijn profiel staan. Ik geef les in het vijfde leerjaar lager onderwijs en ik geef een heel aantal vakken. Nu, staat jouw niveau er niet tussen, dan moet je even op je naam klikken en dan naar je profielpagina gaan en daar je onderwijsniveau en vakken wijzigen. Laat ik al eens kiezen voor wereldoriëntatie, wetenschappen en techniek. Ik zie tussen haakjes dat daar 25 resultaten voor zullen zijn. Nu wil ik natuurlijk de interactieve oefeningen uittesten. Dus ik zal bij soort leermiddel kiezen voor interactieve oefening. Voilà. Laat ik deze oefening even bekijken. Nu ik op de detailpagina ben, kan ik de omschrijving en de titel zien. Ik zie voor welk vak en onderwijsniveau het is. Ik zie nog wat extra info. En ik kan doorklikken naar de oefening. Aha, dat zijn draaikaartjes met H5P. En hier kan ik verschillende soorten bruggen leren herkennen. Dat is exact wat ik wou. Even terug naar klassement. Je kan deze oefening delen met je leerlingen via de link naar oefen.be. Ze hoeven niet aan te melden. Om dit leermiddel nu niet meer kwijt te raken, ga ik het favoriet maken op klassement. Ik krijg nu de mogelijkheid om het in een eigen favorietenmap te stoppen. Ik geef die thema bouwwerken mee. Ik zal de map niet delen met anderen, dus de privacyoptie mag op alleen ik blijven staan. Als ik de oefening later terug wil vinden, klik ik op mijn naam en ik kies favorieten. Ik zie zowel de favoriet als de favorietenmap staan. Wil je nu nog meer informatie over klassement nog beter te gebruiken, dan kan ik je zeker de webinars van klassement aanraden. Volg de nieuwsbrief, want als er nieuwe zijn, dan zetten we ze daar zeker in. Zo, voilà. Nu weten jullie ook hoe je interactieve oefeningen kan vinden bij klassement, onder andere gemaakt met H5P, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten interactieve oefeningen. En dan zijn we nu aangekomen bij de grote brok van deze webinar natuurlijk, het eigenlijke maken van de draaikaartjes. En ik toon dat even in drie verschillende fasen. De eerste fase is het maken of herwerken van draaikaartjes die je vond. En dat ga je doen
via Tolnet bij Klassement. En daarom is het zo fijn dat Katrien hier ook vandaag is. Tolnet is toch echt haar project waar dat zij achter staat, achter zit. Het maken van die oefeningen, dat kan dus bij Tolnet. De tweede stap is dat je die oefening die je gemaakt hebt, en waar dat je dus een link van hebt om die te delen met je leerlingen, dat je die link ook op Klassement gaat zetten. En dan is die oefening niet alleen voor jouw leerlingen, niet alleen voor die enkele tientallen leerlingen die jij onder je hoede hebt, maar dan open je die voor alle leerkrachten in Vlaanderen. En omdat we elke interactieve oefening die leerlingen individueel kunnen maken, we publiceren die ook automatisch op oefen.be. En oefen.be is ons platform waar leerlingen zonder aanmelden terecht kunnen en kunnen gaan oefenen. En je ziet dat jouw werk veel meer rendeert als je deelt met leraren en zo ook met leerlingen. Maar we gaan dus eerst die software maken en dat doen we via Tolnet. Zoals ze weten is H5P software die je in een online omgeving moet installeren. Bij Tolnet, bij Klassement, hebben wij dat al voor jou gedaan. Toegang krijgen tot de omgeving kan via Tolnet en via Klassement. Ik ga via deelsites naar onze deelsite Tolnet. Klik daar op H5P. Bovenaan de pagina zie je een korte omschrijving. Onderaan de pagina zie je de bijhorende leermiddelen. De opname van deze webinar zal ook tussen die leermiddelen verschijnen. De knop bovenaan wijst je de weg naar Tolnet, naar de omgeving waar we de oefeningen zullen maken. Klik dus op Maak oefeningen met H5P. We hebben ervoor gezorgd dat je geen extra inloggegevens hoeft te onthouden. Als je een Klassement-account hebt, dan kan je probleemloos aanmelden. Je moet de eerste keer wel toestemming geven om je naam en e-mailadres door te geven. Nu landen we in de omgeving waar je alle H5P-oefeningen ziet die ooit gemaakt zijn op onze server. Ik weet het, er staat hier heel veel afleiding op de pagina, maar we hebben eigenlijk maar een paar dingen nodig. Links is ons navigatiemenu. We zijn nu bij All H5P Content, want dat staat in het vet. Daaronder zie je Add New. Daar maak je de nieuwe oefeningen aan. En daar gaan we dus op klikken. We zien nu de editor waar we in gaan werken. In het midden, centraal, zien we de H5P Hub, waar we eerst moeten selecteren wat voor oefeningen we gaan maken. Je ziet dat je de keuze hebt tussen 44 oefentypes bij H5P, maar wij houden het vandaag op draaikaartjes, dialogue cards. Je hebt de keuze tussen die dialogue cards en flashcards. Dat vraagt toch even om wat uitleg. Dialogue cards zijn het meest geschikt om snel te memoriseren, omdat je ze mondeling gebruikt. Flashcards werken gelijkaardig, maar daar moet de lerende telkens een antwoord intypen. Dus dat gaat wat trager. Ik klik Dialogue Cards en ik kan van start gaan. Nu zie je de editor van H5P. Ik geef even een overzicht voor we erin duiken. Eerst zal je een titel moeten ingeven voor de oefening. Dat is de titel die je gaat zien in het overzicht achteraf. Daarna ga je de opdracht ingeven en de eigenlijke draaikaartjes maken, één voor één. En wanneer dat je daar klaar mee bent, dan is het best om even te bewaren. Vervolgens kan je nog enkele gedragsinstellingen bepalen en de vertalingen op punt zetten als dat nodig is voor jou. Helemaal aan het einde ga je je oefening delen natuurlijk met je leerlingen en op Klassement. Oké, terug naar de site nu. Dus ik geef hier nu eerst mijn titel in. Die moet heel beschrijvend zijn, want deze titel verschijnt op de overzichtspagina. Als je achteraf je oefening wil terugvinden, dan zal het op basis van de woorden uit deze titel zijn. De heading is de opdracht die verschijnt boven de draaikaartjes. Hou die titel zo kort mogelijk. Bij mode kies je of je leerlingen één keer door de draaikaartjes gaan, of ze in verschillende rondes de kaartjes terugzien tot ze ze kennen. Ik kies dus voor die modus, repetition. Beschrijving taak is een ondertitel. Die kan je gewoonweg leeglaten. Bij dialogen ga je de eigenlijke kaartjes toevoegen. Het eerste kaartje staat al klaar. Bij tekst typ je wat er op de voorkant moet. Bij antwoord gaat wat op de achterzijde hoort.
Je kan ook een afbeelding toevoegen. Klik op Toevoegen om een afbeelding van je computer te kiezen. Let op, gebruik enkel afbeeldingen die je mag gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de oefeningen die je aanmaakt en eventuele bijhorende boetes als een fotograaf opmerkt dat jij zijn foto's of haar foto's zonder toestemming gebruikt. Daarom hebben wij een grote voorkeur voor Pixabay. Dat is een bron van gratis foto's. Je kan zoeken naar bijvoorbeeld aardbei, gewoon in het Nederlands. Vervolgens krijg je tal van foto's. Die mag je gratis downloaden. En je ziet dat er geen attributie of een verwijzing en vernoeming van de fotograaf nodig is. Ik ga mijn foto van de aardbei nu toevoegen. En ik geef ook een alternatieve tekst in voor de afbeelding. Dat is handig voor wanneer de foto om een of andere reden niet geladen kan worden. Let op, de afbeeldingen zijn altijd op de voor- en op de achterkant gelijk. Ook audiobestanden toevoegen is mogelijk, maar dat zou ons voor vandaag wat te ver leiden. Je kan nog tips toevoegen aan de voor- en de achterkant, mocht dat interessant zijn, maar in dit geval sla ik dat over. Om een tweede kaartje te kunnen toevoegen, klik ik op Voeg dialoog toe en herhaal ik alle stappen voor elk kaartje. Zo, ik ben klaar met mijn 10 kaartjes. Nu is een goed moment om voor de eerste keer op Create te drukken. Dat maakt de kaartenset aan en bewaart. Je weet immers maar nooit. We zien nu ook voor het eerst het resultaat van ons werk. Maar zoals je onderaan ziet, staan de knoppen van de oefening nu nog in het Engels. Dat gaan we aanpassen. Klik op de Edit-knop om je oefening te wijzigen. Het gekende scherm van zo net verschijnt opnieuw en we gaan er nog eens helemaal door. Laat de Display Options gewoon staan zoals ze staan, als je wil dat anderen je materiaal kunnen hergebruiken. En dat moedigen we natuurlijk aan. Alleen zo kan iemand anders ook de oefening downloaden en bewerken. Alle oefeningen staan sowieso zichtbaar voor iedereen die onze H5P-installatie gebruikt. Tags toevoegen heeft op zich weinig zin nu. De zoekrobot zoekt er nog niet door. We scrollen nu verder naar gedragsinstellingen. Ik schakel opnieuw proberen in en tekst passend maken aan kaart laat ik ook aangevinkt. Maximum proficiency level zet ik op 4. Dat betekent dat de leerlingen een kaartje 3 keer na elkaar juist moeten hebben voor het als geleerd wordt beschouwd. Allow quick progression zet je beter uit. Als je dat aanzet, kunnen leerlingen verder gaan zonder zichzelf te moeten controleren. Tot slot kan je bij tekstoverschrijvingen en vertalingen de feedback die leerlingen krijgen aanpassen. Je zal merken dat veel feedback al vertaald is in het Nederlands. Maar sommige zinnetjes zitten nog niet in de officiële vertaling. Die kan je zelf aanpassen. Vervang gewoon de Engelse woorden door een Nederlandse variant. De woordjes met een at voor, zoals at around, worden vervangen door het getal in de eigenlijke oefening. Die laat je dus gewoon staan. Dit is een vervelend werkje. Maar eens de vertaling van H5P geüpdate is naar het Nederlands, zal alles netjes in het Nederlands staan. En als je vertrekt van een bestaande oefening die je bewerkt, dan hoef je al die vertalingen niet telkens opnieuw te doen. Oké, je oefening is nu tot in het kleinste detail klaar. Ik klik bovenaan op bijwerken om de oefening opnieuw te bewaren. Nu is ze helemaal klaar en kan je ze delen met je leerlingen. Dat kan op 3 manieren. Scroll helemaal naar beneden en dan zie je dat je ze kan delen via de link, via een QR-code. Klik met de rechtermuisknop om de code te kopiëren en die in een document te plakken om te printen. Of je kan de oefening ook embedden in een website of in een leeromgeving. We zijn nu helemaal klaar. Nu, om de volgende keer dat we een oefening aanmaken, niet al dezelfde instellingen opnieuw te moeten ingeven, kunnen we vertrekken van een schabloon. Je weet al hoe je een H5P-oefening kan downloaden naar je computer. Wel, ik maakte een oefening met 1 kaartje,
maar dat wel met de gedragsinstellingen en de vertalingen al exact zoals ik ze wil. Nu start ik dus opnieuw bij Add New, maar ik kies bovenaan voor Uploaden in plaats van Creëer Content. Het bestand kies op mijn computer en klik nu op Gebruik. Nu kan ik alles invullen en hoef ik me geen zorgen te maken over vertalingen en gedragsinstellingen. Gewoon nog de kaartjes toevoegen. Zo, dat lijken nu misschien wel veel stappen, maar je zal merken dat eens je de interface onder de knie hebt, dat het een fluitje van een cent is om een set draaikaartjes te maken. Goed. Ik kan me nu voorstellen dat je op dit moment iets hebt van goh, Bram, dat ging me wel heel snel en dat waren heel veel stappen. Geen nood, deze video komt samen met de opname van de webinar op Klassement. En dan kan je daar stapje voor stapje er nog een keer doorwandelen. Maar ik beloof je, eens dat je die oefening 1 of 2 draaikaartjes sets gemaakt hebt, dan spreekt het echt voor zich. Ik denk dat de meest veelgemaakte fout is dat de mensen de link delen waarmee je oefeningen bewerkt, in plaats van naar onderaan de pagina te gaan en daar de link te delen met hun leerlingen. Dat is een foutje dat nogal eens voorkomt, maar het spreekt eigenlijk voor zich eens je een paar keer geoefend hebt. Nu, de volgende stap is natuurlijk dat delen op Klassement en dat toon ik eventjes live met jullie. Ik ga dus naar Klassement gaan. Voilà. Ik ga hier rechtsbovenaan klikken op Voeg toe. En dan kom ik op de pagina waar ik mijn oefeningen moet gaan toevoegen. Dus ik ga dit toevoegen als een interactieve oefening, want daar hoort het natuurlijk het beste bij. Voilà. Ik ga het delen onder mijn eigen naam. Ik werk uiteraard ook voor Klassement, maar daar ga ik het nu vandaag niet onder delen. Ik ga kiezen voor de techniek H5P. En dan vraagt het systeem mij om de link toe te voegen, de exacte link naar de interactieve oefening, waarbij de oefening onmiddellijk start. Dus dan moet ik even teruggaan naar onze server van Tolnet. Ik heb daar al onderaan geklikt. Ik kan dat hier beter tonen. Voilà, hier is mijn oefening Frans Fruit. Ik zie hier onderaan de pagina mijn directe link. Daar kan ik op klikken. Ik ga hem aanduiden. Rechts klikken en kiezen voor kopiëren. En daarmee ga ik terug naar de toevoegprocedure van Klassement. En hier bij H5P ga ik hem plakken. Nu, standaard mag je ook de bronbestanden meesturen. Maar dat is niet nodig, dat is optioneel. En bij H5P-oefeningen eigenlijk ook helemaal niet nodig, omdat je bij het bekijken van de oefening altijd die mogelijkheid hebt om het bronbestand te downloaden. Dus dat laat ik voor wat het is. Ik ga een omschrijving maken. Dit is een draaikaartjes set met vertalingen van 10 Franse fruitsoorten. Ik ga aangeven voor welk onderwijsniveau het is. Het is voor het 5e leerjaar. En dan vervolgens kies ik het vak Frans. Dit past niet bij een bepaald handboek of methode. Ik heb deze set zelf gemaakt. Niet op basis van een bepaald woordenlijstje bij een bestaande methode. En nu klik ik op bewaar. En dat is echt alles. Zoveel werk kost het maar om iets toe te voegen aan Klassement. Een linkje plakken, in één zin zeggen wat je plakt, het vak en het onderwijsniveau aanduiden. En je bent er. 4 stapjes en je inspireert er duizenden en duizenden leraren mee die elk hun leerlingen gaan helpen. Dus alsjeblieft, deel je werk met andere leraren, want zo heeft iedereen een beetje minder werk.
Eens je je oefening hebt toegevoegd, eens die vier stapjes achter de rug zijn, gaan onze moderatoren jouw leermiddel controleren. Ze gaan allerlei dingen gaan optimaliseren en kijken of alles in orde zit met auteursrecht. En dan verschijnt het automatisch op Klassenet. En ik laat even mijn collega Els aan het woord over wat zij juist doet. Als leerkrachten een leermiddel insturen, modereren wij bij Klassenet. Wij voegen titels toe, een omschrijving en trefwoorden. Ik beoordeel niet op kwaliteit, want onze leerkrachten, ons netwerk is sterk genoeg om zelf te beoordelen wat haalbaar is voor hun doelgroep. Alle moderatoren zijn ook leerkrachten en dat is heel leuk om als leerkracht moderator te zijn, want je krijgt zo al het materiaal, zie je gewoon passeren. Je kan zelf een uitgebreide favorietenmap aanleggen en zelf kiezen welk materiaal het leukste is voor jouw klas. Het is ook heel interessant, eenvoudig materiaal is vaak ook heel leuk. Dat lijkt dan heel simpel om te delen met anderen, maar daar heb je vaak ook heel veel aan, want je kan dat heel rap inzetten in jouw klas. Zo, en als jouw oefening dan verschijnt, dan kan jij kijken naar jouw toevoegingen via je profiel. En dan kan je opvolgen in de dagen dat het online staat, hoe vaak jouw leermiddel gebruikt is, hè, hoeveel keer mensen hebben doorgeklikt en hoeveel mensen jouw pagina eigenlijk al bezocht hebben. En bij elke pagina op Klassenet, bij elk documentje, elke video, kan jij bij de commentaren een link vinden. Upload een aangepaste versie of extra materiaal. Stel dat jij een heel mooie oefening hebt gezien bij Klassenet en jij gaat die nog uitbreiden of op een of andere manier verwerken, dan kan je gewoon naar die oefening gaan, hier klikken op de link, dan kom je in die toevoegprocedure terecht, maar dan zullen jouw toevoeging en de toevoeging van deze gebruiker altijd aan elkaar gelinkt zijn en zal de bronvermelding ook automatisch in orde gebracht zijn. Wanneer een leermiddel verschijnt op Klassenet en het is een interactieve oefening, dan zal de moderator aanvinken dat die ook mag verschijnen op oefen.be. En dat is de derde en laatste stap. Het verschijnen op oefen.be, ja, dat kan je heel makkelijk zien. Als je een leermiddel ziet, dan zie je dat daar een link bij staat naar oefen.be. Die link kan je geven aan de leerlingen en dan gaan ze direct naar de oefening. Maar je kan het ook via het platform van oefen.be, en dat ga ik even demonstreren, terugvinden. Dus ik ga naar oefen.be. Ik zoek oefeningen voor lager onderwijs. Voor het vak Frans natuurlijk. Het moet gaan over fruit. En ja hoor, de oefening die ik had toegevoegd over Frans fruit, mijn woordkaartjes, mijn draaikaartjes, staan op oefen.be beschikbaar voor alle leerlingen, zoals je ziet, zonder aanmelden. En dat is gewoon omdat ik het toevoegde op Klassenet. En dat betekent dat we er voor vandaag door zijn, dat ik alles uitgelegd heb wat ik aan jullie wou uitleggen. Ik vat het nog even samen in drie draaikaartjes. Wat weet ik over digitale draaikaartjes? Wel, ik weet dat digitale draaikaartjes, of draaikaartjes, gewoon een handige tool zijn om leerstof en vaardigheden in te oefenen en onder de knie te krijgen en van het korte naar het lange termijn geheugen te brengen. En herinner je ook al die dingen die Tim Surma had te vertellen over welke cognitieve processen er spelen waarvoor draaikaartjes zo handig zijn? Waarom kiezen we voor H5P? Ja, daarvoor kiezen we omdat het gratis is, privacyvriendelijk, open source en uiteraard, we bieden het gratis voor je aan via Tolnet, zonder dat je nog een extra account moet aanmaken en ook je leerlingen hoeven geen account te maken. En ten derde, waarom zou je het resultaat gaan delen met leraren van Klassenet?
Wel, dat is eenvoudig. Hè. Hoe meer we met z'n allen open delen, hoe minder werk er is voor iedereen. Want dan hoef je niet alles zelf te maken, want dan bestaan die draaikaartjes sets al. Je kan verder bouwen op mekaars werk en alle leerlingen kunnen ervan profiteren via oefen.be. Zo, tijd voor vragen. Zo dadelijk gooi ik de lijn open met Katrien en zal zij samen met mij enkele van de meest voorkomende vragen behandelen. Maar ik wil je wel nog vertellen dat we altijd beschikbaar zijn voor vragen en dat de mogelijkheid er is om elkaar te inspireren. En dat doen we via de H5P leraarskamer op Tonet. Die leraarskamers, dat zijn de plaatsen waar je op klassement met leerkrachten onderling kan discussiëren. Je kunt praten en vragen kan stellen. Dus ik ga terug naar klassement. Ik klik op deelsites. En zo ga ik naar Tolnet, dat deelproject van klassement. Als ik hier klik op netwerk en vervolgens op leraarskamers, dan zie ik alle leraarskamers die er zijn. En Katrien heeft rond elke online tool, zal ik nu maar zeggen, een leraarskamer gemaakt, waaronder eentje rond H5P. Daar zijn nu nog geen berichten, want die leraarskamer is gloednieuw. Maar stel dat je met een vraag zit, je komt er niet uit, stel je vraag dan hier. Katrien en ik houden de leraarskamer in de gaten. En het voordeel om je vraag hier te stellen is omdat wij dan de vragen geen 10 keer moeten beantwoorden, dezelfde vragen, als ik via mail zou terugkomen. Maar ook omdat we erop rekenen dat leerkrachten elkaar gaan inspireren. Er zijn heel wat experts rond H5P. Het is niet altijd dat Katrien of ik de waarheid in pacht hebben. Dus het is de mogelijkheid om elkaar hier te inspireren.